Afrika! Die verloop van die reeks is nogal logisch, menswees. Dat is mijn schuld. Ik denk die grondstenen van enige familie is mijn liefde. En kom eens kijken of ik daar kan wees met elkaar in conflict en in moeilijke tijden en uitdagende tijden. Ons allemaal kom sterker aan die andere kant altijd uit. Hoofdbroer en sy perfecte familie. Hoe kan jullie houden op je been? Net vrede en best bij jou weer. Okay? Het is die eerste ware, ontwikkelde matriarchrol. En omdat ik sterk voel oor moederskap en kinders en wat woord van ons in hierdie land, is het voor mij een absolute voorrecht om te kan sê, in hierdie story kom my kinders terug van oorsee. Van Willie se seun Neil was ook de man om sy luisterde vrou om te trouwen. Kijk, waar is het einde? Hy bly in 'n mansion, travel die wereld in. En stok siel alleen. Elke persoon in Suid-Afrika behoorte kan relate na hierdie story toe, nie noodwendig hoe die familie besigheid of sulke type klas van goed, maar meer die innerlijke konflikte waarmee ons allemaal struggle. Het is een groot opoffering van julle om terug te keer vir Malan vervoer. Die besigheid beteken die wereld vir my. En ek is trots om vandag het vir my oudste seun Frik te oorhandig. Baie mense gaan hulle self vreemdselig met wat in hierdie story aangaan, want dit is maar een typische familieconflict, jy weet, pa, seun, ma, dogter. Ik weet nie hoeveel ek het waardeer nie. Sonder jou werk, kinders, jou kleinkinders, dis ons nuwe hoofstuk. Sy is nie net een goody two shoes nie. Sy is een sterk vrou, sy kyk wat aangaan, sy hou dop hoe dinge ontwikkel, sy gee haar mening, sonder om terug te hou. Die oomblik wat jy gereed is om totaal te commit aan jou leefstyl verandering. Laat my weet.